Hey, goedemorgen. Ben je al geabonneerd? Zeker doen, hè? Op de abonneerknop hier drukken, hè? Maar ja, goed. Welkom op ons YouTube-kanaal. Dit is Jolien, dit is Jenno en wij zitten nog steeds in Roemenië. We zijn er nog voor 2 dagen. Dit is de voorlaatste dag en we gaan vandaag een beetje de stad verkennen, want we hebben hier nog niet zo heel erg veel gezien. Gisteren zijn we lekker gaan eten. Hè? Ja, dat is super lekker en het was zo lekker dat we vanavond opnieuw daar gaan eten. We hebben daar opnieuw gereserveerd. Ja, ik had daar zo'n salade met zo'n crispy avocado. Dat was echt super lekker, echt zeker een aanrader. Dus vanavond nemen we daar terug mee. Maar nu gaan we eerst eventjes nog gaan ontbijten. Oh ja, we hebben nog maar 10 minuten zeker. Ja, nu weer. Of mijn schoenenveters moet nog weer bestrikt worden. Ga maar alvast hoor. Het lijkt een beetje op het huisje van Pippi Langkous, vind ik. Jawel. En dan hier is de ontbijtzaal. Het enigste precies. Nee. Wow, er is wel heel veel keuze. Dat is het gelijk met ons andere hotel. Ja, er is nog een beetje ei. Fruit. Wat is dat? Een croissant? Ja, croissant. Ja, croissant. Ook nog worstjes. Of andere worstjes. Cornflakes met choco. Ketchup. Groentjes, salami, heel veel confituur. Hoe snel een tafel vuil kan worden. Ja. En vond je het lekker? Ja, veel te mee. Ze hebben zo van die croissantjes in een verpakking en daarin zit champagne cream. Ik zie het bijna niet zitten, maar het zit er wel in. Ja, ik vind het wel lekker hoor. Dit vind ik echt wel lekker. En we zijn hier aangekomen in het centrum van Timișoara. Zo makkelijk om parking te vinden, maar we hebben uiteindelijk toch eentje gevonden. Ja, kijk, een mooie tekening daar aan de muur. Zie je dat? Een vrouw die zo fluit speelt. Timișoara is eigenlijk nog best groot precies, hè? Ja, dat is een land op zijn eigen. Jammer dat eigenlijk momenteel de zon niet ietsje meer schijnt, anders was het net eigenlijk zoiets kleurrijker. Ja, dat is waar. Oh, kijk. Het is niet koud, maar de zon zou mogen schijnen. Dit is zeg maar de jacuzzi voor de duifjes. Grappig hè? Ze zijn hier zelf aan het wassen. Op een beetje toch, hè? Ja, eigenlijk wel hè. Ook nog een hele mooie fontein. Hoe vind je het? Heel mooie fontein. Ja, het zou zomaar in de Efteling kunnen staan, hè? Zo met die visje erin. Check out Timișoara. Midden van deze drukke stad hebben ze ook heel wat parkjes. Dat is wel rustgevend eigenlijk. Ja, en ze zijn allemaal zo goed onderhouden gewoon. Ja, dat wel. Heel leuk. Maar dat heb je misschien ook al in de vorige vlogs gezien. Ze zijn hier heel erg proper. Iedere winkelstraat ligt er kraak net bij. Ze hebben hier heel veel straatvegers. Dus ja. Komt goed uit. Het is heel erg leuk om hier rond te lopen eigenlijk. Ze hebben hier ook wel een enorm breed kanaal trouwens. Zie hoe breed. Wij hebben zelf niet eens zo'n breed kanaal. Nee. Maar wel een YouTube kanaal, maar niet zo in. Kijk, Jenno heeft een probleem. Altijd. Waarom moet dat altijd bij mij voorvallen? Vertel eens wat er gebeurt. We liepen hier gewoon in deze straat. En, daarnet. Ja, hier ergens. Daar ergens liepen wij. Ja, ik zie hem nog zitten, die klootzak daar. Ja. Ik kunt het niet zien op de camera, maar. In ieder geval zit er een duif. En hij moest zijn behoefte doen. En net voor mijn neus, op mijn schoen. Alsjeblieft. Het is wel beter op je schoen tegenover op jou. Ja, hè? Inderdaad. Het was nipt niet op mij. Dus daar ben ik wel blij om. Maar het is wel op mijn schoen. En het grappige is, daarnet stonden we daar op de markt met zeker meer dan 100 duiven. Ja. En toen dacht ik al van, ik ga het zitten hebben. Hè. Ze gaan het op mij gemunt hebben. Het gaat op mij vallen. En niks gebeurt. Ik dacht van, hoef, nu ben ik er vooraf voor de rest van de dag. Passeren we gewoon een straatje. Zit daar gewoon één simpele duif zit zo op een venstertabletje. Ja, en die doet dan net zijn behoefte op mij. Ik vind dat echt belachelijk. Ik vind dat echt wel heel grappig. Ik vind dat dus totaal niet grappig. Een vuile bruine vlek nu op mijn schoen. Zo'n mooi gebouw hier wel in Timișoara. We maken ook hele mooie foto's met onze EOS M3 van Canon. En als je die wilt terugzien, dan kan je even naar onze Facebookpagina gaan. Dat staat onderaan hier in de beschrijving. We hebben hier ook nog een marktje, heel gezellig. Het is wel overdekt, het is wel jammer, want het is nu net heel erg zonnig geworden. Maar oh, en het kost hier allemaal zo weinig. En zo aardbeidjes en zo. Ik vind deze heel erg mooi. Het zijn speciale narcissen. Zo heb ik ze bij ons nog nooit gezien. Het kost 2 euro. 2 euro voor één zakje, ja. Maar ik ben aan het twijfelen of ik één zakje of meerdere ga meenemen. Oeh.
Geen probleem. Zeg nog eens even bedankt tegen mevrouw. Thank you. Heerlijk, hè? Ja, ik heb net nog een clementine hier op de markt gekocht. Ga eens proeven of dat wel lekker is. Het is trouwens spotgoedkoop. Ja. Ik denk nog geen 20 cent voor 2 clementine, dus dat is niet veel. Heel lekker. Hebben ze net een broodje gekregen? En het is heel grappig, want we betalen hier maar 6 euro voor 2 broodjes, inclusief drankjes. Voor ons samen, hè. Dat is heel weinig geld eigenlijk. Mm. Het ziet er wel heel lekker uit. Smakelijk, hè? Mm. Heel lekker. Kijk eens, zo'n lekkere wafel ook nog erbij. En eigenlijk lust ik niet zo graag suikerwafel. Maar ik kan nu even proeven. Het zijn Brusselse wafels, dus kunnen er nu suiker in zitten of niet? Mm. Ik lust hem wel. Allee, bestel er dan ook nog maar eentje. Kijk eens hoe mooi. Wat is dat precies? Het is het aardbeienlimonade. En dan kun je het gewoon aardbeien met water. Allee. Bestel je zelf ook maar nog een wafel, anders gaat er hier van mijn wafel niets meer overschieten. Heel erg veel kleurrijke gebouwtjes, hier zo groen, rood, geel, blauw. Ik heb eigenlijk nog geen seconde spijt gehad van dat we hier naar vakantie zijn gekomen. Ik ook, helemaal niet. Nee. Ja. Het is hier zo leuk. Onverwachts. Ja, inderdaad. Ik had echt ook vrij weinig verwachtingen over Roemenië. Maar ja, zoals te beter is het nu ook meegevallen, denk ik. Zo eens een paar foto's nog maken. Ja. En je loopt één keer ervoor. Sorry. Heel goed. Ja, serieus wat wolkjes. Maar ja, daar kunnen we niks aan veranderen, dus daar gaan we ook niet over zeuren. Hè? En het is toch ook maar dit 18 graden. Of wacht, blazen? Harder. Lukt niet hoor. Harder blazen. Hoger. Zeg. Misschien gaan ze dan wel weg. Het is zo'n mooi gebouw. Kom, we gaan hier eens binnen gaan kijken. Ik ben benieuwd hoor. Oh, God zeg. Hier is toch. Opgepast voor de mat. Meestal is het zo dat je bij Jolien maar op een plek 2 keer kan komen. De eerste keer om het helemaal te verbrotten. En dan de tweede keer moet je terugkomen om je te excuseren eigenlijk. Zeg. Ja. Heb je je zonnebril gevonden? Nee. Trouwens, daarnet heb ik heel de ochtend al de rugzak gedragen. Dan vroeg ik net aan haar, wil jij hem even dragen? Ja, ja, zegt ze. Ze heeft hem exact 5 minuten gedragen of zo. Nu, en hoe dat ze doet, ik weet het niet. Maar ik heb hem nu toch wel weer terug aan. Hier, kom. Het is echt nu jouw beurt, hoor. En dan moet je nog eens weten, volgens mij zit de rugzak vol met spullen van haar. Er zit niks van mij in. Nee. We hebben dus een Instax-camera, die zit in die tas hier. Dit is de Instax-camera. Ja, dus één keertje drukken. Hier en komt er een fotootje komt hier een foto uit. Ik zou dan hier gewoon op het pleintje daar staan. En dan met de kerk in de achtergrond. Is het gelukt? Kan je ze laten zien? Kijk. Hij is nog niet helemaal ontwikkeld. Ja, dus nu komen er meer en meer kleurtjes eigenlijk doorheen. Zo even wachten? Ja. Dat is mooi gelukt, hè? Hoe grappig is het om hier in Roemenië een Mexicaan tegen te komen? Jalisco, Jalisco, Jalisco. ¿Quieres tu volver que Guadalajara? Muchachas bonitas, no te la mano, vete en el Jalisco que Guadalajara. Ongelooflijk, hè? Ja, het is wel een beetje grappig. Het is hilarisch gewoon. Ik heb dat nog nooit gezien eigenlijk. Disneyland heb ik dat misschien. Disney World, ja. Drie Calabreros, ja, dat heb ik wel gezien. Een verloren Mexicaan hier in Roemenië. Altijd grappig, zo'n dingen. Inke jongen. Is op zijn baasje aan het wachten waarschijnlijk. Iedere Roemeen heeft een hond eigenlijk. Ja, dat zeggen ze toch, ja. Dag. 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 Ai, liefje. Ja, ben je gewond geraakt. Ben je gewond geraakt? Heel mijn broek is vuil geworden. Oh nee. Een nieuwe broek. Hoe komt dat? Dat weet ik niet. Het ziet er niet goed uit. Ik loop hier rond alsof ik een clochard ben. Oh. Maar ja, ik moet wel zo rond, want anders ben ik helemaal vol met bloed. Zeg trouwens, heb je het Disney kasteel hier al gezien? Ja. Kijk. Dat is toch precies het Disney-kasteel? Ja, dat is wel heel mooi, hè? Maar echt? Niet het Disney-kasteel van Disneyland Parijs, maar het lijkt eerder op het kasteel uit
uit Hongkong of uit Anaheim. Het is heel mooi afgewerkt. Heeft het ook een deur? Zouden we naar binnen kunnen? Ah, kijk, er is ook een deur. Nee, het is gesloten. Misschien moet je eens aankloppen. Ik vrees er. Vrees er ook voor. Hé, maar dat is eigenlijk een beetje Disneyland ter Roemenië. Ja, leuk hè? Ja, best wel leuk. Hè? Kijk, alle attracties zijn er ook nog. Ja, er is een paardenmolen, ja. Door een roosje. Nee. Het zal voor een andere keer zijn. Ik denk dat door een roosje nog aan het slapen is. Waarschijnlijk. Moet eigenlijk ook nog een Starbucks vinden, hè? Ja. Moet je nog even uitleggen. Ik verzamel Starbucks tas waar het aan zo het land op staat. En ik heb er nog altijd geen uit Roemenië, dus... Ja, ieder land heeft er zo één. Waar ze ook een Starbucks hebben natuurlijk. En dan kan je zo'n een Starbucks tas uit het bepaalde land. En hoeveel heb je er al? Goh, ik weet niet, denk ik zo'n 15 à 20. Eigenlijk, ik verzamel ze wel alleen maar van landen waar ik zelf geweest ben. Ah ja, oké. Ik mis er nog wel een paar, maar toch. Misschien moet je eens die collectie laten zien. Ja, als jullie willen kan ik wel een keer mijn collectie laten zien. Dus als je het graag wil zien, laat het even weten hieronder in de reacties. Daar gaan we een tasje halen. Ze hebben ze. Ja, zijn ze deze dus. Mooi hè? Maar ik kan er twee meenemen. Maar ik kan wel eentje nemen zonder prijskaartje. Waarom neem je er twee mee? Maar mijn papa zijn vriendin, die verzamelt ze ook. En hij vindt het altijd leuk om er ook eentje te krijgen. Ja. Liefje, besef je dat dit onze laatste volledige dag is in Roemenië? Ja, het is laatste avondmaal. Maar ik ben heel blij dat we wel opnieuw naar Roemenië gaan. Want vandaag is het zo lekker. Kijk, dit is het. Het is wel een heel grappig restaurant, hè? Hetzelfde dan gisteren, zo grappig. Ik heb er niemand vandaag. Leuke decoratie ook, hè? Dat is ook al maandag. Gisteren zat hier proppensvol, hè? Ik vind hier trouwens hele leuke lampen. Dan met dan een vogelkooi er rond. Ja. Ga je weer hetzelfde eten als gisteren? Ik denk het wel. Ik ben een beetje aan het twijfelen tussen hetzelfde dan gisteren. Dat is dus eigenlijk een salade met mango en ook nog een gefrituurde avocado. Echt zo lekker. Ofwel voor een guacamole veggie burger. Klinkt ook wel heel lekker. Zeg, bedankt om te kijken naar deze video. Doe de duimpjes omhoog. Vergeet geen reactie achter te laten. En heel graag... Ook nog te abonneren. Oh ja, te abonneren en de bel te ringen om zo iedere vlog vanzelf in je mailbox te krijgen. En heel graag tot morgen voor onze laatste dag in Roemenië. Daar gaan we terug het vliegtuig op. Dag.